Nou, we zijn door de douane heen. We zitten nu bij gate 36 te wachten. Het gaat nog even duren. We zijn veel te vroeg. Maar het is gezellig. Hebben we er zin in. Ik weet niet of het is niet heel duidelijk in beeld te zien. Maar daar komt ons vliegtuig aan. Nou, iemand die niet goed voor is. Maar ja, de dag is toch gebeurd. Ja, je kunt wel van uw bucketlist staan. Je moet alleen een paar jaar in de dag gaan zitten. We zitten nu in het vliegtuig. En we wachten tot we mogen vertrekken. Jij vast. Ja.
best wel veel broken. En als je goed kijkt, dan zie je daar één berg met sneeuw boven de broken uitsteken. Niet eens
omdat wij zo hard gelopen hebben. Waarom wij geen last hebben? Ja, dat heel knap. Ladies and gentlemen, welcome on board this Turkish Airlines flight. We would like to draw your attention to the safety information you need to call or during this flight. Please stow your hand luggage carefully in the overhead compartment. Wil je het filmen? Die arm die naar binnen gaat als het ware. Oh, oké. Okay. Ja. Maar het is wel leuk om te filmen als je het ziet gebeuren. Ja. Want dat zie je niet altijd. Ik zag een... En we gaan vertrekken. Richting Nederland. Richting Nederland. Pas op hoor, daar komen we aan. Ja. Daar komen de bengeltjes weer aan. Ja. Helaas, we gaan het warme weer achter ons laten. Ja. Die hal voorbij de tweede groep. Ja. We gaan van zon en 30 graden terug naar wind, regen, kou. Ja, de laatste keer dat ik zag was het 15 graden of zo. Ja, zoiets dat je zei. 15 graden. Je zei het, ja. Drie kilometer per uur. Echt applaus. Jawel. Dankjewel. Hey, zwaait ons even gedag. Thank you.
De telefoon staat natuurlijk weer op vliegtuigstand. In het vliegtuig mag je niet internetten en niet bellen. Maar filmen en spelletjes spelen die geen internet nodig hebben, dat kan dan gewoon. SMS'en, bellen, dat kan in het vliegtuig niet. De overstap gemaakt van Istanbul, op het vliegtuig van Istanbul naar Amsterdam. Maar de eerste het vliegtuig van Hurghada naar Istanbul. Nu zitten we in het vliegtuig van Istanbul naar Nederland, naar Schiphol. Alsjeblieft.
zoals je ziet, ben ik weer veilig thuis. We zijn goed aangekomen op Schiphol. We zijn dan vrij snel de taxi ingegaan en naar Marinde's huis gebracht. Daar heb ik een paar uur heerlijk liggen slapen. Marinde ook. Die was ook heel moe, net als ik. Ik was ook een beetje van slag door alle douane gedoe. Ja, ik spreek niet zo heel goed Engels. Ik begrijp de taal ook niet zo goed, dus ik weet niet wat men dan zegt tegen mij. Ik raak dan uit mijn doen. Ik raak dan gefrustreerd. Ik denk dat ze dingen willen die ze dan niet, soms niet willen van me. Kortom, ik werk daar niet goed mee doordat ik ze niet begrijp. In Egypte word je heel vaak gevierd. Oké, het is dan wel een vrouw viert een vrouw en een man viert een man. Maar ik vind het gewoon door mijn autisme en door mijn verleden niet prettig als mensen aan me zitten. Of het dan een man is, of het dan een vrouw is, wat hun bedoeling daarachter dan ook is, dat maakt niet uit. Ik raak sterk geïrriteerd als mensen aan me zitten. Vooral als het heel vaak gebeurt en heel vaak achter elkaar. Als ik rustig in mijn hoofd ben, dan wil dat nog wel eens goed gaan. Dan wil ik nog wel eens begrijpen, oké, die mevrouw doet haar werk. Ze voelt even of ik geen wapens of andere gevaarlijke dingen bij me draag. Want ja, ik zou niet op het idee komen om bijvoorbeeld een bomgordel te dragen of wat. Maar er zijn mensen die wel op dat idee komen. Dus willen ze gewoon geen risico nemen. Want in Egypte zijn best, dat vertelde Marinda dan, zijn, en net als overal, best wel veel terroristische aanslagen geweest. Er zijn ook groepen die het niet hebben op toeristen. Dus het is gewoon wat terrorisme betreft, volgens Marinda, een risicoland. Waardoor ze de beveiliging gewoon heel streng en sterk aan hebben geschrept de laatste tijd. Nou ja, ik word er helemaal kriegel van. Ik kan daar niet goed mee omgaan. Waardoor er soms ook wat moeite ontstaan is. Ze begrijpen de autisme ook niet. Ik raakte daar van een aantal dingen. Ook het overstappen moest heel snel lopen van de ene naar de andere gate. Ja, ik kan niet snel lopen. Ik krijg dan buiten adem en mijn hart gaat sneller kloppen. Ja, daar hou ik niet zo van. Dan ga ik mopperen. En ga ik schelden. Het liep allemaal niet zo heel erg soepel van vandaag. Ik kom natuurlijk ook bij dat ik moe was van de vakantie. En van de nacht niet slapen. Daardoor was ik gewoon heel erg moe. Ik heb eigenlijk de hele middag een beetje liggen pitten. Ik ben nu weer bij mijn eigen thuis. Zoals je ziet.
En heb ik lekker een beetje tv gekeken. Lekker rustig aangedaan. Ik ga zo lekker douchen en naar bed. Dus ik ga het... Ik was vanmiddag van plan om... als ik thuis was ook weer het een en ander te vloggen. Te laten zien dat ik mijn koffer aan het uitpakken ben bijvoorbeeld. Nou, daar ben ik eigenlijk nog niet echt aan begonnen. Morgen weer een dag. En wel een beetje hoor, ik heb wel belangrijk, zoals je ziet staan mijn deo en mijn, voor mijn gebit. Ja, die heb ik straks natuurlijk allemaal weer nodig, deo niet dan, nee, heb ik morgenochtend nodig. Maar ik heb mijn etui wel nodig, ik heb spullen nodig die erin zitten natuurlijk. Dus die heb ik wel even eruit gevist. Ik ga nu lekker douchen, ik ga nu lekker slapen. Ik start de vlog van vandaag af. Vond je het een leuke vlog? Ondanks alles. Zou ik het fijn vinden als je een duimpje omhoog geeft. Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het super tof vinden. Als je even abonneert, klik dan gelijk op het belletje. En dan krijg je een melding wanneer een nieuwe vlog of video online komt. Dankjewel voor het kijken. Doodles!